Je kunt gedrag veranderen door de hersenen te veranderen. Ik ben echt enorm gefascineerd door iets wat we noemen plasticiteit van de hersenen. En dat betekent dat die hersenen zich voortdurend proberen aan te passen aan datgene wat er in de omgeving gebeurt. Als je weet hoe je gedrag kan veranderen door de hersenen te veranderen, kan je ingrijpen op allerlei dingen. Omdat je kan beïnvloeden hoe mensen denken, doen en voelen. Mijn missie is om op theoretische gronden hele goede onderzoeksvragen te formuleren, daar geld voor binnen te halen, goed onderzoek te doen en die kennis te gebruiken. Niet alleen maar binnen de academische wereld, maar ver daarbuiten.